Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat de politie het drama in Wijteveen kunnen voorkomen. Of in ieder geval kunnen zien aankomen. De vader van een van de slachtoffers vindt in ieder geval van wel. En doet een boekje open. Op 16 januari vermoorden Richard K., Ineke en haar man Sam... op klaarlichte dag na een slepend conflict. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de verslaggevers van deze krant hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zit Jan Westra. Jan, je had een interview met de vader van Ineke, een van die slachtoffers. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even een korte terugblik op deze zaak. Die we zijn gaan kennen als het drama van Wijtenveen. Wijtenveen is vanochtend rond half negen opgeschrikt door een schietincident. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. De verdachte is onmiddellijk aangehouden door de politie. De 50-jarige Richard K. uit Klazinaveen vermoorde op 16 januari het stel. aan wie hij precies een jaar eerder zijn huis in Wijtenveen had verkocht. Na zijn gruwelijke daad gaf hij een verklaring in een video die hij livestreamde op Facebook. En op sociale media kiezen mensen openlijk partij voor Richard K vertelt verslaggever Marcel Fink. Op sociale media zijn berichten geplaatst. Ik heb die ook gezien. waarin stond. van. Zelfs van deze man is een held. Deze man heeft zijn gezicht, gezin willen beschermen. En dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Het is natuurlijk heel ongemakkelijk. op het moment dat je weet dat er twee mensen zijn doodgeschoten. De topman van het Openbaar Ministerie. Rinus Otte. reageert vol afschuw op de reacties. bij Omroep WNL. Maar zo'n verdachte. die dan een filmpje. Neer, zichzelf neerzet als slachtoffer. Nou, daar heb ik geen enkel begrip voor dat er dan aanvankelijk eerst met begrip wordt gereageerd. Afgelopen woensdag verschijnt Richard K. voor het eerst in het openbaar sinds de gebeurtenissen. op een zitting bij de rechtbank in Assen. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Ik kan het niet goed maken. Of liever, te niet doen. Wat er ook allemaal aan vooraf gegaan is. En erg rechtvaardig niet wat er op 16 januari gebeurd is. Hoe oprecht deze excuses zijn, daar wordt aan getwijfeld. Door de nabestaanden van de slachtoffers, maar ook door journalisten. Zoals bij Talkshow op 1. Dus als hij uh, helemaal toerekeningsvatbaar is, dan heeft hij een kant-en-klare moord afgeleverd. Wat anders kan hij doen dan zijn verantwoordelijkheid nemen? Een beetje begrip. Uh, proberen te kweken voor zijn situatie bij de rechter. Dat is eigenlijk de enige manier, dat is de enige tactiek die er gewoon is. Want anders wordt het levenslang. Nou ja, of, of 30 jaar, anders wordt het een van de, van de zwaarste straffen die we hebben in Nederland. En waarover het ruzie nou ging? Een meningsverschil over mogelijke gebreken aan het huis, die totaal uit de hand is gelopen. En dat brengt ons weer bij jou, Jan Westera. Ja, Jan, een verschrikkelijke gebeurtenis. Hoe kreeg die vader van Ineke dit nieuws nou te horen? Ja, hij werd op uh, 16 januari, de dag van de dubbele moord, uh, gebeld vroeg in de ochtend. Uh, dat hij en zijn vrouw. zo snel mogelijk naar het politiebureau in Emmen moesten komen. En. want er was iets ergs gebeurd. Hij wist toen nog niet. ze wisten toen niet wat er was gebeurd. Maar dat was natuurlijk een. Uh, een, een heel akelige uh, rit uh, naar het politiebureau in Emmen. En onderweg. Uh, keek. Uh, zijn vrouw op de telefoon die toegang had tot de bewakings tot de beelden van de bewakingscamera van, van dochter Ineke en schoonzoon Sam in Wijtenveen. En toen zagen ze Richard K uh, bij hun huis. Ze zagen hun kleinzoon en ze zagen hun schoonzoon en, en ze hoorden gegil. En nou ja, dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk. Zijn zij dan live getuigen geweest van wat daar gebeurde? Nee, niet live. Maar dat waren opgeslagen beelden die, uh, waar zij toegang toe hadden. Ook al uit de zekerheid dat er, als er ooit wat zou gebeuren, dat, dat zij ook konden ingrijpen. Ja, wat een verschrikkelijkheid moet dat geweest zijn als je die beelden ziet. Want dat, dat was eigenlijk nog voordat zij van de politie te horen kregen dat er iets ergs was gebeurd. Nee, nee, de politie had hem gebeld en gezegd van uh, kom onmiddellijk naar het bureau. Uh, want er is iets uh, ergs gebeurd. Maar pas... Uh, nadat ze op het bureau in Emmen verschenen, toen kregen ze te horen van de politie dat, de, dat uh, hun dochter en hun schoonzoon uh, door de verkoper van de woning waren vermoord. Ja, want het was een uh, langslepend conflict over verborgen gebreken aan, ja, aan dat huis in Wijtenveen. Ja. Uh, uh, Sam en Ineke, het, het vermoorde stel, die uh, kochten uh, een. Ja, eigenlijk een, een, een droomhuis. En toen na de oplevering, na de overdracht bij de notaris, uh, ze daar wat vaker in rondliepen. En, en toen kwamen ze uh, gaandeweg achter allerlei gebreken die ze niet waren verteld door de verkoper en ook niet door de makelaar. En toen is er een ja, geschil ontstaan, wat wel vaker gebeurt tussen uh, partijen die niet, niet met elkaar eens zijn. Uh, en dat is helemaal geëscaleerd, ja, wat voor gebreken moet ik dan aan denken? Ja, ik weet daar de details niet van, maar van verzakte vloeren tot uh, verstopte riolering. Uh, in ieder geval, volgens uh, het vermoorde stel. Uh, zou, zou het herstel van die verborgen gebreken uh, tienduizenden, misschien wel een ton uh, aan euro's gaan kosten. En wanneer begon dit? Conflict? Nou, Om... eigenlijk al heel snel, want op, op 16, maart, of 16 januari uh, 2023 was de overdracht. Dat is exact een jaar voordat dat, uh, Richard K. Zeg maar, de dubbele moord pleegde. Um, al in uh, maart uh, hebben ze uh, de makelaar, uh, Bert Beukenbouw in Nieuw-Amsterdam... en de, 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 zeg maar de verkopende partij uh, K. Uh, gemeld... Via hun rechtsbijstandverzekering dat ze uh, schade hadden uh, als gevolg van verborgen gebreken in hun woning. Dat is, al, dat is vrij snel. Ja, de rechtsbijstand is erbij gekomen. In ieder geval, er is een zaak van gemaakt tot een oplossing. Kwam het niet? Nee, en dat is ook wel een beetje een, een, uh, een gevoelig punt voor de, voor de nabestaanden. Dat de rechtbijstandverzekeraar er zo lang over deed. om uh, de herstelkosten in, uh, goed in beeld te krijgen. Er is nog één een, een rapport geweest en nog een keer een nieuw rapport. Maar ze vinden dat wel een beetje. de, de schadeafwikkeling ging weer heel traag. Nou, hebben ze ook wel verteld dat de verkopende partij daar wat vertragingstechnieken technieken toepaste. Um, maar ik, ik heb me daar niet helemaal op gefocust, eerlijk gezegd. Dat snap ik. Ja. Maar goed, een zakelijk geschil is natuurlijk nog geen reden om wie dan ook dan maar van het leven te beroven. Dus wat is daar gebeurd dat het zo ver is, is, is opgelopen? Ja, dus, ik snap de vraag. Dat is ook denk, een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ik denk dat het op mijn ministerie daar in, in, zeg maar, ook mee bezig is om te achterhalen: van ja, wat dreef, wat motief dreef uh, de verdachte nou om twee. Uh, jonge mensen te vermoorden en, en, twee, en hun twee kinderen tot wees te maken. Ik denk dat, dat uh, de verdachte, dat, dat zeg maar die Richard, een uh, bekende en geliefde uh, wijtenveener, dat hij zich uh, steeds meer nauw gedreven voelde. door uh, iets waarvan hij misschien wel wist dat er aan de hand was: dat het misschien een hoop geld ging kosten. Uh, en dat, um, ja, dat, dat hij uh, misschien was hij wel gewint om uh, zaken te winnen. En dat hij nu dreigde te verliezen van, van twee mensen die hij niet goed kende. En die kwam ook nog uit het Westen. Uh, in, in een dorpje als bij ja, Wat is het verhaal van. Want hè, die heb jij gesproken. Jij hebt niet gesproken met, uh, met de verdachte, om het zo maar te zeggen, maar met, met de vader van een van die slachtoffers. Wat, wat is zijn verhaal over deze uit de hand gelopen ruzie? Ja, zijn verhaal is, is eigenlijk een verhaal van machteloosheid. Uh, want hij heeft uh, toen hij zag dat zijn dochter er niet uitkwam uh, bij de politie, dat de politie haar niet hielp. Uh, want ze had toen al twee keer aangifte gedaan: één keer van uh, stalking, uh, een keer van belediging en, een, uh, en later van doodsbedreigingen. En um, toen de politie ook de tweede aangifte uh, niet oppakte, of de officier van justitie liet weten van: ja, uh, we laten dit rusten. Toen dacht hij van, nou, nou moet ik mijn dochter helpen. En toen heeft hij een, uh, een mail gestuurd naar de uh, chef in Klasineveen. De, de chef van de wijkagenten. En die wijkagenten die, die bemoeiden zich eigenlijk met, deze, met met het conflict dat was ontstaan... tussen uh, de verkoper en, en, het, uh, en het stel Sam en Ineke. En toen heeft hij een mail gestuurd, uh, maar daar kreeg hij uh, geen antwoord op. En uh, daarna heeft hij tot en met uh, de dag voor de dubbele moord... heeft hij in totaal zeven mails gestuurd... En pas uh, bij de derde of de vierde hou me dat te goede. Uh, ik werd wel de datum op 19 november. kreeg hij antwoord van de, de chef Klezineveen. Uh, want toen had hij gevraagd: goh, waarom krijg ik geen antwoord op mijn mails? Ik, ik, ik maak me zorgen over mijn, uh, mijn dochter, uh, mijn schoonzoon en hun kinderen. Want er gebeurt van alles en het is een explosieve situatie. En toen kreeg hij bericht: uh, Dat ja, ik was met vakantie en uh, ik had uh, onregelmatige diensten en ik heb het druk. En dat was het. Ja, werd deze zaak dan überhaupt wel serieus genomen door de politie? Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. De politie doet nu zelf of heeft zelf ook onderzoek gedaan naar hun eigen rol. Uh, maar de vader van, het uh, van de vermoorde vrouw vindt dat de politie uh, de zaken niet serieus genoeg oppakt. In ieder geval, hij vindt dat zowel uh, met name de politie en dan in het bijzonder de uh, wijkagenten en de chef Klazineveen. Uh, ja, een soort verantwoordelijkheid moeten afleggen, verantwoording moeten afleggen uh, voor hun rol in, in, deze, in, in dit drama in ieder geval. Ja, want heb jij ook inzagen gehad in de mails die gestuurd zijn aan de politie? Ja. ja. Stond daar duidelijk in wat er aan de hand was? Ja, in een van die mails uh, omschrijft de vader duidelijk van: het, het gaat om een explosieve situatie. Uh, bekend is bij jullie ook dat, er, dat Richard K. dat hij wapens heeft. Het komt vaak genoeg voor dat iemand met een wapenvergunning daar dingen mee doet die, die absoluut niet horen. Kijk maar in de krant, zegt hij dan. Ook daar is niks mee gebeurd. We kennen het verhaal van de politie er niet bij, natuurlijk. Maar ik vind het toch ergens wel schokkend dat daar ja, niks mee gedaan wordt, zo waarschijnlijk. Nee. Nou ja, gisteren laag, lazen een paar collega's lazen het verhaal. Zeg maar het verhaal vanuit het perspectief van de vader van de vermoorde vrouw. En die zeiden dat ze met stijgende verbazing en bijna woede. Uh, lazen wat die slachtoffers en de familie allemaal hebben gedaan... om te voorkomen wat er uiteindelijk gebeurd is. Ja, nou ja, zo las ik het inderdaad ook, het verhaal. Ja. Ik denk, hier had toch iemand aan de bel moeten trekken en denken... misschien moeten we eens even een stevig gesprek met, met deze mensen... in ieder geval aanknopen en laten weten dat we de boel in de gaten houden. Ja. ja, misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Misschien blijkt dat straks uit de onderzoeken die de politie zelf heeft gedaan... Um, maar ja, dan nog, uh, ja, ik, ik, dat weet ik niet, dat gaan we zien. Wat, 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 wat ik er wel uh, triest vond, is dat die vader uh, die, uh, die nam zeg maar de, de, de strijd uh, van zijn dochter over, omdat hij zag dat zij uh, heel vereenzaamde en uh, een stok, ongelukkig werd in, in, in hun droomhuis. Want het was een mooi vrijstaand huis. Ja, en er komt er nog bij dat zij eigenlijk verhuisd zijn, Sam en Ineke, naar Wijtenveen. Om dichter bij haar ouders in de buurt ja, te wonen. Want ze wilden later voor hun gaan zorgen. Dit zijn al wat mensen op leeftijd. Maar uh, het. Uh, en Ineke heeft uh, heel erg goed gedocumenteerd. Alles uh, bewaard wat er gebeurde. Uh, uh, en, maar goed, die vader leest dat nu. Uh, een soort eerbetoon. Hij zet de strijd voort van zijn dochter. Tegen die onrechtvaardigheid in zijn ogen. En uh, als je naar hem luistert en als je naar, naar een, een leest wat hij allemaal. Als je weet wat hij allemaal leest, dan, dan is hij eigenlijk bezig met een soort uh, lezen van een, de kroniek van een aangekondigde dood, het boek van het beroemde boek van uh, Gabriel Garcia Marquez. Uh, en helemaal, hij weet het je, Het lijkt me voor hem ook heel zwaar om, om al die uh, stukken door te lezen. Absoluut. Want als je het verhaal terugleest en je begint bij het begin, dan zie je een, een stel dat verhuist naar voor hun een droomhuis op het platteland in Drenthe. En ze worden ook eigenlijk heel goed ontvangen in dat dorp. Ja, dat, dat, in, er werd in het begin wel gezegd: een ja, er zijn randstedelingen die, die aarde niet in Wijteveen. Nou, ik heb, ik heb heel vaak met de directe buren van deze mensen gesproken. Ik ben er vaak geweest. En die zeggen van. Jan, geloof nou alsjeblieft niet al die kwaadsprekerij. die is verspreid over Inek en Sam. Het was een heel lief stel. Hun kinderen speelden met onze kinderen. Sam, die, uh, die was heel erg behulpzaam. Uh, die bood. Uh, zijn pompoenen aan aan ons. Maar dat was hem niet nodig, want we hebben zelf ook een, een, heel veel pompoenen in de tuin. Hij wilde graag van een buurman. wilde hij uh, leren hoe hij bijen kon houden. Hij wilde imker worden. Hij heeft met kerst vorig jaar nog. Uh, een, een, want er was zijn, een van zijn buren was, uh, die was een beetje ziek. of die was heel. Nou, die was slecht been. Heeft hij een mooie grote kerstboom in de tuin gezet. Ze waren er echt geliefd. Maar die buur merkte ook. dat uh, het, het conflict met, met K. Uh, die allerlei rare dingen over hun vertelde in het dorp. Dat dat wel aan hun vrat en dat dat wel uh, hun, ja, hun, hun plezier uh, in hun droomhuis uh, steeds meer bedorf. Ja, want deze Richard K. Die kwam daar ook ja, over de vloer wil ik niet zeggen, maar wel in de buurt. Want ik geloof, het weiland naast dat huis, daar had hij nog paarden in staan of dieren. Ja, hij heeft uh, vlak tegenover het huis van Ineke Sam. Uh, heeft hij een uh, weilandje waar uh, zijn of hun paarden in stonden? En er is ook een grote uh, groene nieuwe stal bij. En daar had hij trouwens ook een camera op geplaatst, die weer gericht was op het huis van Ineke en Sam. En een grote uh, bouwlamp, een schijnwerper, die ook voortdurend aanging. En Ineke en Sam hadden het idee dat hij dat expres deed als zij uh, door de tuin liepen of s'avonds iets aan het doen waren. Ja, dat klinkt bijna als, nou niet bijna, dat klinkt als stalking. Ja, en... ze, ze, ze hebben dat ze, over en weer, is er wel provocerend gedrag geweest. En wie er nou ooit mee begonnen is, uh, dat, dat weet ik ook niet. Uh, beide partijen hebben wel uh, elkaar uh, wat getreiterd en, en ook uh, naar elkaar gescholden. Uh, maar ja dat, dat, ja, dat hoeft wel niet te leiden tot een dubbele moord, eerlijk gezegd. Nee. En helemaal had dat niet hoeveel leiden, denkt uh, de vader en denk ik ook de familie, omdat de, de politie ervan op de hoogte was. Nu kun je misschien voorstellen dat de politie wat terughoudend is. Omdat het twee stijgende partijen zijn. Dat die elkaar over en weer van zaken beschuldigen. Is dat ook jouw indruk dat dat mee heeft gespeeld? Nou, ik heb ook wel eens gehoord. En ik weet niet wat daarover in, de, in het feit en onderzoek van de politie komt. Is dat. De, uh, en dat zegt ook de vader. Dat uh, de wijkagenten kon eigenlijk heel goed overweg met, uh, met Richard K. Ze uh, spraken allebei een dialect. En hij was ook heel verbaal. Hij had, uh, volgens de vader had, had uh, uh, K had de wijkagenten in zijn zak. En, uh, en misschien, maar dat is, ja, dat is ook een gedachte die bij hem leeft. Misschien was het toch wel de, de afkomst. Zij kwamen uit Velsen-Zuid, ergens uit de Randstad in Wijterveen. Ja, er is wel vaker wat wrevel uh, tussen... Um, de, de, de en import de... en en de oorspronkelijke wijtervinders, maar uit de verhalen van de buren blijkt dat helemaal niet, hè? Nee, nee het is ook per dorp verschillend hoe daar tegen aangekeken wordt. Uh, ik ben zelf ook afkomstig uit het westen en ik voel mij in mijn dorp helemaal niet aangekeken als als westeling, maar ja, ja. ik kom zelf <laughs> uit nieuw Amsterdam en ik ja. ben ook wel eens gek aangekeken in nieuw Amsterdam, dus terwijl ik een echte nieuw Amsterdammer ben. Ja, <laughs> nee, zo, zo kan dat gaan, maar. maar... Hoe gaat deze vader hier nu verder in? Die ook, denk ik, enorm getraumatiseerd is door alles wat er gebeurd is. Nou ja, hij, hij vertelde dat hij... Uh, uh, ten eerste zet hij de strijd van zijn dochter voort. En uh, ik zei, van, goh, wat heb je nou nodig om dit te kunnen verwerken? Ja, en wat welke dan... strijd zet hij dan voor? De strijd tegen Richard K. De strijd om die verborgen gebreken opgelost te krijgen? Of wat voor strijd is er voor hem nog te voeren? Nou, de, de strijd om een soort gevoel van rechtvaardigheid... Uh, te krijgen. En uh, hij zei dat hij, uh, dat hij hoopt dat uit de onderzoeken van het Openbaar Ministerie, de gemeente Emmen uh, en de politie, zal blijken dat ze uh, zeggen van: ja, we hebben uh, het niet goed gedaan door niet te handelen. En dat ze daar ja, ruiterlijk hun ja, verantwoordelijkheid voor nemen. Excuses zijn voor hem te laat, zei hij wel. Hij heeft ook een. Een, een aanbod uh, van de burgemeester van Emmen, Erik van Oosterhout, heeft die, vertelde hij mij afgewezen. Hij zei, die man heeft niks voor uh, ze gedaan. Die heeft op de dag van de dubbele moord gezegd in allerlei media dat hij uh, lang op de hoogte was van het slepende conflict. Hij heeft er nooit, volgens hem heeft hij er nooit iets aan gedaan. En um, nou, die vader heeft ook alle raadstukken gelezen. Of er überhaupt een keer een zinnetje gewijd is aan de problemen in Weidveen. Nou, dat, dat heeft hij niet ontdekt. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat dat niet in de openbare raad besproken wordt. Dat dat misschien uh, in een openbare orde en veiligheidsgebied nee. uh, besproken wordt. Maar niet in de openbaarheid nee. over het algemeen. Ja, de, de grote vraag is, is nu van, uh, als uh, Van Oosterhout op de hoogte was al heel lang van dit conflict. Uh, hoe wist hij dat? En uh, wat heeft hij ermee gedaan? Heeft hij dat in, in die ja, dat dan de driehoek, zeg maar, het, overleg, het wekelijks overleg tussen de, de officier van justitie in dat gebied, de, de chef van de politie in dat gebied en de burgemeester? Hebben ze het over allerlei openbare orde-vraagstukken en veiligheidsvraagstukken. Is het daar aan bod geweest? En waartoe leidde dat toen? Uh, toe? Dat is de vraag. Hoe is het eigenlijk, weet jij daar iets van? Hoe is het met de twee kinderen die hun ouders verloren zijn? We horen daar weinig over. Ik kan me voorstellen dat we daar ook helemaal niks over hoeven te horen. Maar het gaat mij toch aan het hart als ik dit verhaal weer zo hoor. Ja, en dat klinkt, wat ik nu gezegd klinkt misschien heel raar. toen ik voor het eerst hoorde wat er gebeurd was... Ik ben journalist en ik heb, ik heb best akelige dingen meegemaakt. Maar toen ik voor het eerst hoorde hoe het gebeurd was... Toen, kwam, ik, toen had ik tranen in mijn ogen. Dat vond ik echt heel erg. En ik heb natuurlijk ook de vader gevraagd... hoe het met uh, de kinderen van Sam en Ineke is. En ik weet iets, maar hij zei me van Jan over hoe het met de kinderen is. Daar wil ik helemaal niks over zeggen. Die, die worden geholpen um, en dat, daar gaat het naar omstandigheden goed mee. Ja, ik moest ook. Ik kreeg ook een brok in mijn keel toen ik in jouw verhaal las dat de zoon nog geprobeerd heeft om Richard K. Ja. te steken met een mes, een plastic mes, dat afbrak op de jas van ja. Van de daden van de moordenaar. Dat is heel dapper voor zo'n twaalfjarige jongen. Dat hij zijn vader probeert te helpen. Terwijl Richard K. bewapend was met geweren. Een mes. Ja, dat is afschuwelijk. Het is onvoorstelbaar. Ik word er stil van. Daarom zei ik dat ook in het begin. Jan Westra, dankjewel. Oké. Je luisterde naar Radio Ramkraak. De wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de verslaggevers van deze krant hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.